Terug in Heerenveen, waar we inmiddels zijn begonnen aan de 5000 meter. Maar wees gerust, u heeft niets gemist. U kijkt naar het tweede deel van de eerste rit op die afstand tussen de Canadees, hier in beeld Neil Marshall, en zijn tegenstander uit Noorwegen die ver achter is geraakt, Kai Stensli. Mannen die niet van belang zijn voor het klassement en ook niet op weg zijn naar een gigantische toptijd. Want we gaan met Marshall nu op weg naar de 3400 meter en noteren dan een tussentijd van 4.50.8 en een ronde die nu al in de 35 zit. En dat wil zeggen dat Marshall aan zijn persoonlijke toptijd op deze afstand van 7.01.21 vandaag niet toekomt. Of hij moet al vreselijk gaan versnellen in de laatste fase, maar dat is niet te verwachten. Deze Canadees is nieuw in het schaatswereldje, is het rijden op een overdekte baan, Calgary. Natuurlijk wel gewend. Maar het rijden in een hal met volle tribunes, Heerenveen, dat is een nieuwe ervaring voor deze Canadees. 3800 meter inmiddels, rondje 35-2 nu, 5-26 rond als tussentijd. En dan komt hij in de buurt van de 7-10, of misschien nog wel langzamer uit, en blijft hij dus ver verwijderd van zijn persoonlijk record. Stensli daarachter is nooit sneller geweest dan 7-11 en een beetje. ...4200 meter voor Marshall, 6-0-1-5. Een ronde die steeds wat langzamer gaat, 35-5 nu. Dat persoonlijke record van Marshall, dat zal inderdaad gereden zijn in Calgary. Ook een overdekte baan. Maar zonder publiek. En dat publiek heeft toch gewoon invloed op zowel op het ijs als op de omstandigheden. Zuurstof onder andere. De luchtvochtigheid wordt gewoon groter als er meer mensen in de hal zijn. En het wordt wat benauwder. Bart Veldkamp heeft er ook vaak over geklaagd. En dat scheelt gewoon alles. Daarnaast lijkt het of het ijs van Calgary wat lichter rijdt. Wat gladder is. Marshall begint aan zijn laatste ronde na 6.37.4. En een ronde van 35.9. En dat lichte rijden, dat zou best wel eens kunnen zitten in de kwaliteit van het water. Wat minder hard water. We zijn er in Nederland ook mee bezig aan het experimenteren. Onder andere in Haarlem. Om een wat zachter water te gebruiken, waardoor het ijs nog beter zal worden. Inmiddels is Stensli de Noor met een enorme inhaalrace bezig. Maar hij komt er niet meer bij. Hij versnelt te laat. De ritzegen, de eerste ritzegen, gaat naar Neil Marshall. In een tijd die inderdaad royaal boven de 17 blijft. 7.13.77. Met de slotronde van 36.3. En 7.19.29 voor Stensli. Het zijn matige tijden in deze eerste rit. Maar ook voor de 5000 meter geldt dat de beste rijders in de laatste paren tegenover elkaar zullen staan op het ijs. De tweede rit gaat tussen de Amerikaan Mark Greenwald en de Noor Atle Sundral. Die kort na zijn goede prestatie op de 1500 meter nu alweer aan het vertrek moet verschijnen voor de 5000 meter. Greenwald heeft een goed persoonlijk record staan van 6.51.98. Sundral 7.07.45. Ja. Er was beweging in de houding van Sundral. En dat betekent dat hij de valse start krijgt. Het wereldbekerverhaal van die 5000 meter is een wat ander verhaal dan dat van de 1500. Dit is de laatste 5000 meter van het seizoen. Daarna wordt het klassement opgemaakt. En de 8 hoogst geplaatsten uit dat klassement. Die rijden morgen in 4 paren een afsluitende 10.000 meter. Ook daar worden dan die punten voor toegekend. Die worden bijgeteld bij het puntentotaal over al die 5.000 meter die ze hebben gereden. En daaruit, uit dat gecombineerde klassement, komt dan de winnaar van de wereldbeker tevoorschijn. Dit is dus nog maar een tussenwedstrijd. Morgen gaat het om de echte beker. Greenwald opent in 20 rond. 1/10 langzamer dan de opening van Marshall in de eerste rit. Het is natuurlijk logisch dat je niet zoveel 10 kilometers in een seizoen kan rijden. Je kan het vergelijken met een marathonloper die ook maar 3 of 4 marathons in een seizoen of in een jaar kan lopen. Omdat hij gewoon veel hersteltijd nodig heeft. Dat is op de 10 kilometer precies hetzelfde. Er zijn gewoon veel toernooien en dan moet je gewoon voorzichtig omgaan met je krachten.
Greenwald op weg naar de 600 meter. 52-9. Dezelfde tussentijd als die uit de eerste rit. En deze 5000 meter, daar is nogal een beetje voorpubliciteit over geweest. De schrijvende collega's tekenden uit de mond van Bart Veldkamp op dat hij wel zin had in de verbetering van het wereldrecord. Nou, dan moet je heel hard kunnen schaatsen, want dat staat op 6:43:59 van Geir Karlstad. Later in de middag zal blijken of dat kan of dat dat onmogelijk is. De kilometertijd inmiddels voor Greenwald, 1:27 rond. Een ronde van 34-1 daar waar Marshall in de eerste rit nog 32,5 realiseerde. Met andere woorden, Greenwald raakt achter op het schema van de Canadees. Sundra ligt een 80-tal meters achter. Het is nog goed moe van die 1500 meter. ...2600 meter tijd voor Mark Greenwald. Weer een 33, jawel, hij versnelt nog steeds. 33-2, en dan komt hij heel dicht in de buurt van Marshall. Dat kan niet anders. 3:41:2 houdt nog slechts 1/10 achter de Canadees. En bij de volgende passage mogen we dus verwachten dat Greenwald de snelste tussentijd heeft. ...34-7 was de rondetijd hier voor Marshall. En Greenwald zet daar een 33-1 tegenover. En komt met 4:14:3. Nu inderdaad anderhalve seconde onder de tijd van de Canadees. Die vanaf dit moment ronden 35 ging realiseren. En als Greenwald in die 33 kan blijven, dan kan het verschil nog aardig oplopen. De achterstand van Sundra wordt groter. En hier is een 33-8. 5:21:5. Greenwald. 4,5 seconden sneller dan Marshall. En nu al 6 ronden aan een stuk. Een 33er afgeleverd. Dikke 100 meter voor op Sundra. En de bel luidt naar een ronde van 34-6 in een tijd van 6:30:3. 7:03 seconden sneller dan Marshall. En als hij een beetje doortrekt, kan hij dus ergens in de buurt van de 7-5 misschien nog wel finishen. Mark Greenwald gaat in ieder geval de snelste tijd voorlopig realiseren. En doet dat inderdaad in de 7:05:14. Met een slotronde van 34-8. Een mooi opgebouwde race van de Amerikaan, dat zonder enige twijfel. Maar niet snel genoeg. En hier is Sundraal, 7:16:78. De goede 1500 meter zat hem nog drastisch in de benen. Vandaar deze matige eindtijd. Op de 5000 meter die er voor Sundraal niet echt toe deed. Tussenstand, Greenwald leidt dus met een dikke voorsprong op Marshall. Maar dat is een stand van zaken die absoluut nog gaat wijzigen in de loop van de middag. We kijken inmiddels naar Peter Adenberg links. En Jonas Schön, de Zweed, die op de 16e plaats staat in het klassement om de wereldbeker. En wiens beste prestatie op de 5000 meter dit seizoen 3 keer een 10e plaats was bij verschillende wedstrijden. Persoonlijk record van Schön 7:05:23. Adenberg 7:01:11. Schön opent 20,5. Dit is de langzaamste opening tot nu toe.
Aardenberg is de 5000 meter meestal net eventjes te lang. Maar hij wil zo graag een keer onder die 7 minuten rijden. Wat dat er vandaag in zit is te betwijfelen. Schön leidt ook na 600 meter 55 rond. In een rondetijd van 34,5. En daarmee is hij nog altijd de zwakste tot nu toe. Of kan hij dat niet? Voorlopig gaat de Oost-Duitser op 1800 meter aan de leiding. Met een ronde van 33,6. Ja, ook Schön nu in de 33. 2,37,4 als tussentijd. Is nog altijd langzamer dan in de beide voorgaande ritten. En dat onregelmatig heeft echt met de instelling te maken. In eerste instantie denk je van nou, lekker wedstrijdje rijden en ik zie het wel. Dan op een gegeven moment blijkt dat het gewoon te langzaam gaat. En opeens is die versnelling daar weer. Het is gewoon heel wisselend wat dat betreft. Het is gewoon moeilijk eigenlijk om zo'n wedstrijd te rijden. 33,4 voor Schön. 4,18,6. 4,3 langzamer dan Greenwald. Die vanaf dit moment nog twee ronden 33 reed. En daarna pas in de 34 terecht kwam. Het is wel een knokkertje die Schön. Ik weet ze die Aardenberg toch lekker van het lijf te houden. Na een kleine achterstand op een gegeven moment te hebben gehaald. En komt inderdaad weer met een keurige 33-8 rond. In 4,52,4. Maar het maakt zijn achterstand erop zitten van Greenwald. Niettemin groter. Maar het is wel pittig wat hij doet. Aardenberg inmiddels op grote achterstand. Schön bij het van de laatste ronde. Na een ronde, kijk eens even aan, van 33,6. 6,33,7 als tussentijd. Nog altijd een dikke 3 seconden langzamer dan Greenwald. Maar de achterstand wordt kleiner nu vanwege die prima rondetijden van de Zweed. Debuut van Jonas Schön voor het grote internationale publiek is een bevredigend debuut, want hij laat zien dat hij een knokker is. En dat spreekt altijd aan. Ronde, slotronde van 33,8 is natuurlijk niet verkeerd. En de 7,07,53 brengt hem op dit moment op de tweede plaats in het klassement van die 5000 meter. 7,17,05 staat daar voor Peter Aardenberg. Dit is hem, Jonas Schön. Goed gedaan, geen persoonlijk record. Daar blijft die anderhalve seconde ruim van verwijderd. Maar het is een vechtersbaasje. En dat zien we toch altijd graag in de sport. We zijn na de dweilpauze terug bij een rit tussen twee Oostenrijkers. Christian Emminger leidt de dans na 1800 meter tegen Hatschef. 2,33,2 na een rondje van 33,2. Dat is de snelste tussentijd van allemaal. En deze beide Oostenrijkers hebben een onderlinge competitie uit te vechten. Wie wordt de beste Oostenrijker in het eindklassement? Dat zal een van deze twee moeten zijn. Emminger staat 14e en Hatschef 15e. Het verschil is 1 punt. Maar die plaatsen duiden er ook al op dat ze in de top vandaag moeten eindigen om morgen nog op de 10 kilometer mee te mogen doen. Dat geldt namelijk alleen voor de beste 8 in het klassement na vandaag. 3,06,5 inmiddels. Na een ronde van weer laag in de 33. 2200 meter tijd is dat. Voor Emminger. Die nog altijd een kleine voorsprong heeft ten opzichte van Hatschef. En met 3,06,5 anderhalve seconde sneller is dan de snelste man tot nu toe. En dat is de Amerikaan Mark Greenwald. Ze hebben gespaard. Emminger heeft weer teruggetrokken voor de 1500 meter. En Hatschef heeft die 1500 meter heel ingetogen gereden. En Hatschef komt nu terug, gezien de rondetijd. 3,39,9 is nog altijd de beste tussentijd voor Emminger. Maar zijn 33,4 moeten we nu afzetten tegen de 33,1 van Hatschef. Die aan het versnellen is. Het is leuk om te kijken naar het verschil in techniek tussen deze twee Oostenrijkers. Hatschef die eigenlijk wat natuurlijker rijdt. Die ook zegt van ik vind dat de techniek aangepast moet worden aan de fysieke eigenschappen. Dat betekent als je niet kracht hebt om diep te zitten, dan ga je gewoon wat hoger zitten.
Emmingen rijdt meer volgens de Eric Heide-stijl. Dat is al eerder gezegd. De jongen voor het eerst zag rijden, een paar jaar geleden. Het was sprekend. Eric Heide schijnt ook echt videobeelden hebben geïmiteerd. Hartchef zit hoger. Emminger zit behoorlijk diep. En heeft ook veel meer krachttraining gedaan om dat te kunnen. Inmiddels op weg naar de 3400 meter. Emminger heeft de tussensprintje van Hartchef weten te pareren. En is weer iets verder weggelopen. Noteert nu 33-7 voor de ronde. Komt op 4.47-1 door op 3400 meter. En Hatsjev belandt nu in de 34. En ziet zijn achterstand dus groter worden. De 4.47-1 van Emminger is nog slechts 16e van een seconde overigens. Sneller dan de tijd van Mark Greenwald. ...3800 meter tijd. 5.21.2 voor Emmingen na een ronde van 34.1. En nu is daar weer een 33.7 voor Hatsjev. 5.22.3. Hij komt er nu heel dicht achter. Wat betreft de persoonlijke records, de enige die dicht bij zijn persoonlijke record kwam was Jonas Schön. De anderen zitten toch wel ruim 10 seconden erboven. En dat zegt toch genoeg over de mogelijkheden hier op dit moment in Tialf. 4200 meter. Emmingen nog altijd aan de leiding. 5.55.1. Na een ronde van 33.9. En Hatsjev komt een tiende dichterbij. En komt dan door in 5.56.13. En de 5.55.1 is nu nog 16e van een seconde sneller dan Mark Greenwald was. Ja, persoonlijke toptijden van deze twee, die staan scherp. Emmingen 6.52, Hatsjev 6.47. En daar komen ze lang niet aan vandaag. De bel luidt voor Emmingen naar 6.28.9. Met een ronde van 33.8. En Hatsjev probeert het. Probeert het nog wel om die rit te pakken. 6.29.6. Brengt hem heel dicht bij Emmingen. Ja, en het gaat er maar om wie deze rit wint. Die komt als hoogst in het klassement te staan van de beiden. Zo simpel is dat. Emminger heeft nog iets over, kan nog wat terug doen, pakt toch weer voorsprong in die laatste ronde. Laat zich dat niet afnemen en zal dus voor Hatsjev eindigen. Maar de tijden, ja, ze zijn niet echt wat we ervan hadden verwacht. Het is wel de snelste tijd van de dag op dit moment. 7.02.67 en de 7.03.22 voor Hatsjev is de tweede tijd van de dag. Maar het zijn tijden boven de 7 minuten. En als we dan denken, of hebben gedacht, misschien moeten we het inmiddels zo zeggen, aan een aanval op het wereldrecord, dan komen deze twee mannen daar in de verste verte niet aan toe. Ze blijven er bijna 20 seconden op achter. Goed, Emminger wint de onderlinge tweestrijd met zijn landgenoot. En blijft ook Hatsjev voor in het klassement om de wereldbeker op deze langere afstand. Dan opnieuw twee landgenoten, Rudy Jeklic en Markus Treuger uit West-Duitsland komen ze allebei. Treuger staat 12e en Jeklic 13e in het klassement tot aan vandaag en hen scheiden 3 punten. Persoonlijk record Treuger 6.59, Jeklic 7.02. Treuger opent in 20-4. Beide zijn ze ooit getraind door Ab Krook. En nu staat de Amerikaan Pieter Müller langs de baan als coach van de West-Duitsers. Treuger, 600 meter, 53-8. 14e langzamer dan Emminger. Ab Krook die daar in 1980 is begonnen en daar het hele schaatsen opgezet heeft, wat professioneel opgezet heeft. Medische onderzoekingen, medische test.
betere trainingsschema's. Maar dan blijkt toch alweer dat je ook een soort schaatstraditie nodig hebt om de goeie naar voren te kunnen schuiven. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. Een kilometer tijd voor Marco Streuber, 1:27.8. En hij noteert nu al een rondetijd van 34. En komt dus wat achter op het schema van Emminger. Streuber die ook het EK en het WK allround reed dit jaar. 11e op het EK. En op het wereldkampioenschap niet bij de laatste 16. Ondanks het feit dat hij op de 5 kilometer de 16e plaats behaalde. Maar hij viel net buiten het slotklassement. Omdat Sundraal niet bij de beste 16 op de 5 kilometer zat. Maar wel bij de eerste 8 in het klassement na 3 afstanden. 2-0-2 rond in de 1400 meter tijd voor Treuger. Na een ronde van 34-2. En dan is hij ook al langzamer dan Greenwald. Verschil ten opzichte van zijn tegenstander wordt groter. 34-1 nu. Het is een heel constante race die Treuger rijdt. 4:51.8. Is nog 4 seconden achter het schema van Greenwald. Die op 7:05 binnenkwam. Het gaat nu wel iets moeilijker met hem. Het lichaam, bovenlichaam gaat wat meer slingeren, wat meer bewegen. En dat is het teken dat het wat moeilijker gaat. 3800 meter. 34-4. Langzaam kruipen de rondetijden omhoog. De laatste ronde gaat in. 6:34. En hij zal dus finishen zo rond de 7:08, 7:09. En dan zou het opnieuw weer 10 seconden boven zijn persoonlijk record zijn. En dat deden zijn voorgangers ook al hier op het ijs. Ja, misschien zijn de seizoenen wel te lang aan het worden voor de schaatsenrijders. Wie zal het zeggen? In ieder geval, de eindtijd van Marco Streuger staat hier. 7:08:39. Met de slotronde van 33-7. En hier is Rudy Jeglič met 7:14:84. En ook hij blijft zo'n 12 seconden verwijderd van zijn persoonlijk record. Nee, zij dan dus in het klassement niet echt mee. Dat is voorbehouden aan een handjevol toppers die we aan het eind van de middag in actie zullen zien. En die middag ziet er in Heerenveen zo uit. We krijgen nu de rit tussen Radke en Karlberg. De Pool tegen de Zweed. Daarna een dweilpauze en dan de 3 laatste ritten. De 4 laatste ritten moet ik zeggen, dus er zit nog een dweil tussen. Jaromír Radke, de Pool die in het begin van het seizoen verraste. Een keer een 3e plaats halen op de 5000 meter in de wereldbekercompetitie. Dat was de wedstrijd in Berlijn. Karlberg, zijn beste resultaat was 2 keer een 6e plaats. 20-5 voor beide rijders over 200 meter. En dat brengt de heren op een 9e plaats in het klassement. Dat is Radke. En een 10e, dat is Karlberg. Met een verschil van 1 punt slechts. Dus ook hier geldt, wie wint van de ander, blijft in principe de ander in het klassement voor. Zij moeten dus nog knokken voor een plaatsje bij de beste 8 om morgen op de 10 kilometer mee te mogen doen. Karlberg heeft het initiatief gepakt. Na een ronde van 33-4 komt hij op de 600 meter aan in 53-9. Dezelfde tijd ongeveer als in de vorige rit. Radke knokt terug, neemt het initiatief over. Na een ronde van 32-6 komt hij door in 2:33 rond.
Dat is 2/10 sneller dan Eminger. En voor het eerst dat we echt wat snellere ronden zien nu. De mannen houden elkaar goed in evenwicht. En dat motiveert natuurlijk. Op weg naar de 2200 meter. Nauwelijks verschil tussen beide rijders. 3.059. Nou, rondjes van weer in de 32. Dat brengt ze natuurlijk in een voordelige positie ten opzichte van Eminger. 1/16 van een seconde op dit moment. Karelberg komt er niet echt naast, ondanks die binnenbocht. De 3 kilometer tijd is daarom die voor Radke. 4.12.1. Een rondje van nu in de 33. Maar dat was ook te verwachten. Hij is nog altijd 1/13 sneller dan Eminger. Zo'n tempo ontwikkeld. De wetenschap dat het eigenlijk wel veel handen zou moeten kunnen. 33-2, keurig. 4-45-3. Tussentijd naar 3400 meter. 1/18 sneller dan Eminem. Al dan in ieder geval de verbetering betekende voor zijn persoonlijk record. Want dat staat op 7-08 en een beetje. 4200 meter, weer 33, maar 33-8 nu. 5-52-6. 2,5 seconden sneller dan Eminger. Met andere woorden, nog altijd op het schema van 7 minuten precies. En als hij daardoor heeft en nog iets over heeft. Het zou heel fijn voor hem zijn als hij voor het eerst in zijn leven onder die 7 minuten zou kunnen duiken natuurlijk. De bel luidt, maar de rondetijd is nu 34-1, 6-26-7. 2/2 sneller dan Eminger. Dan moet hij een razendsnelle slotronde hebben om onder de 7 minuten te blijven. Waarschijnlijk blijft hij er net boven. Ja, het is duidelijk voor hem. Betere techniek zou hij echt een stuk harder gaan. Hij is ijzersterk. Maar hij kan de kracht gewoon niet op het ijs overbrengen. Toch komt hier de snelste tijd tot nu toe op deze dag. Net boven de 7 minuten. 7:01:14. En het nieuwe persoonlijke record voor Jaromir Radke. Het nieuwe Poolse nationale record op deze afstand ook. Karelberg, de vierde tijd achter de beide Oostenrijkers nog. 7:04:41. En Karelberg blijft daarmee de lijn doortrekken van de mensen die zo'n tiental seconden boven hun persoonlijk record blijven vandaag. Radke dus niet. Die blijft 7 seconden ruim onder zijn beste tijd tot nu toe. In de tialvalf heeft het publiek zich onder leiding van de sterkiekers uit Vlaardingen proberen op te warmen voor normaal gesproken de betere ritten op de 5000 meter. Waar we nu een begin mee gaan maken zometeen. En dat mag onderstreept worden door het feit dat hier aan de start verschijnt Thomas Gustafsson. En zijn tegenstrever is een andere Thomas, Thomas Bos uit Den Haag. Gustafsson met een persoonlijke toptijd van 6:44:51. Heel dicht dus bij het wereldrecord. En Bos toch ook met een aansprekende toptijd op deze afstand, 6:54. 51, precies 10 seconden langzamer dus dan Gustafsson. In het klassement staan ze 7e van Gustafsson, 8e van Bos. Verschil 1 punt. Zo, dat is nog eens een pikstart van Thomas Bos. Als de start je door laat gaan, dan kan je lekker gaan. Het is altijd te proberen. Je loopt natuurlijk wel het risico dat je vals start. En dan moet je blijven staan bij die tweede start. Maar Gustafsson schrikt daar niet van. Neemt meteen het initiatief op de eerste 200 meter. Die hij aflegt in 19-8. En dat is een snelle opdracht.
Hos die met een prima seizoen natuurlijk bezig is. Vijfde op het wereldkampioenschap. Dat is tenslotte niet niks. Gaat lekker mee met Gustafsson. De 600 meter tijd voor de Zweed. 53-1. 18e sneller dan de vorige rit. Die uiteindelijk resulteerde in de tot nu snelste tijd van 7-0-1.14. Thomas Bas die natuurlijk het voordeel heeft dat hij niet zo in de belangstelling staat. Hij kan gewoon lekker vrij uit schaatsen zonder druk. Daar hebben Ben van den Burg en Bart Veldkamp wel last van. Thomas kan lekker zijn eigen gang gaan. Gustafsson, Olympische winnaar op de 10 kilometer. Moet Bos naast zich dulden op de kilometer. 1.26.5 voor beide rijders. 18e sneller dan Radke. De snelste pol tot nu toe. ...21 jaar is hij nog maar, deze Thomas Bos. Die nu via een binnenbocht brutaalweg de leiding neemt in de rit tegen Gustafsson. En op 1400 meter doorkomt na een rondje van 33 in de tijd van 1.59.5. Altijd een halve seconde sneller dan Jaromír Radke. Radke die in deze fase rondjes van 32 ging rijden. En hier is het gevecht Gustafsson Bos. Prachtig naast elkaar op weg naar de 1800 meter. Lichte voorsprong voor Bos, maar te verwaarlozen. 2:32.6. Ronde van 33-1 tegen de 32-9 van Gustafsson. Prachtige rit, niet alleen omdat ze vlak naast elkaar rijden, maar ook omdat ze alle twee technisch gewoon heel goed rijden. Goed in balans, alle twee stralen ze toch een kracht uit. Thomas die iets hoger zit, iets lichtvoetiger, maar dat heeft ook met zijn lichaamsbouw te maken, over het ijs gaat. En Thomas Gustafsson die gewoon veel kracht uitstraalt. Gustafsson neemt de leiding over, 3:05.6 na een ronde van 33 seconden precies. En daarmee is hij nog maar 0,3 seconden sneller dan Jaromír Radke. Met andere woorden, pogingen om te komen tot een verbetering van het wereldrecord. Puntje, puntje, puntje. Prachtig gevecht nog altijd. 3:38.7. Nu is het weer Thomas Bos die een fractie voor ligt. Na die ronde van 33 precies. 1/10 nog maar is hij sneller dan Radke. Die vanaf dit moment 33 was ging rijden. Nu zou dus de winst moeten kunnen komen voor Bos en Gustafsson ten opzichte van die snelle tijd van Radke. Radke die op de 3 kilometer 4:12.1 als tussentijd had. En hier is Thomas Bos 4:11.8. Gustafsson weer een ronde 32.9. Gustafsson die zich er natuurlijk ook niet zomaar af laat rijden door een jonkie van 21. Hij met zijn 30 jaar toch heel veel ervaring heeft in het rijden van zo'n 5 kilometer. Natuurlijk ook bewezen heeft met zijn gouden medailles op de Olympische Spelen. Hij blijft bij Thomas Bos. 3400 meter tijd. En nog steeds is er geen verschil eigenlijk tussen de beiden. 4:44.9 voor Gustafsson. Nog altijd is hij maar 0,4 seconden sneller dan Jaromír Radke. Binnen wil komen. Thomas Bos. Nu weer met een hele bescheiden voorsprong. 5:18 rond. Een ronde van 33 precies. 18e nu sneller dan Radke. En als het een paar ronden nog doorgaat op deze manier, dan zouden ze net onder de 7 minuten kunnen rijden. En we hadden natuurlijk op een betere tijd gehoopt.
tijden duidelijk onder de 7 minuten. Maar ik denk dat iets te benauwd is gewoon in de hal. Het ijs blijft dof op dit moment. Twee ronden voor het einde. Bos, 5.51.2. 1/14 sneller nu dan Radke, die op 7.01.14 finishte. Onder de 7 minuten is dus nog mogelijk. Terwijl het publiek Thomas Thomas kandeert. Maar daarbij is het niet duidelijk voor wie het nu bedoeld is. Thomas Bos die nu probeert weg te komen in die binnenbocht. Probeert te demareren van Thomas Gustafsson. Dat heel netjes, heel goed. Slaat toch ineens een gat bij het ingaan van de laatste ronde. Maar is mooi gedaan. 32-9. Mooie rondetijd ook. 6-24-1. Is nu 2/16 seconden sneller dan Radke. En gaat dus inderdaad onder die 7 minuten rijden. En Gustafsson is geklopt. Door Thomas Bos, de 21-jarige uit Den Haag. En dat is op zich toch een zeer, zeer verdienstelijke prestatie. Prachtig hoe Thomas Bos daar juist in die binnenbocht in die voorlaatste ronde zodanig wist te verstellen dat Gustafsson het nakijken had. En Bos gaat inderdaad de ritzegen behalen. Wat een mooie slotronde van 32-9 nog. 6-57-0-2. Dan blijft hij maar 2,5 seconden verwijderd voor zijn persoonlijk record. Gustafsson 7-0-0-24. Die blijft daar 16 seconden op achter. Maar ach, dat zegt niet zoveel. Thomas Bos legt een uitstekende prestatie neer. Leidt voorlopig het tussenklassement op de 5000 meter. Met een prima tijd. 6.57.02. Gustafsson ook nog net even sneller dan Radke. Nestelt zich daarmee voorlopig op de tweede plaats. Maar Bos heeft nu Gustafsson achterhaald in het klassement op de langste afstand op de wereldbeker. Ze staan nu gelijk in punten. De volgende rit. En ook daarbij is een Nederlander betrokken. En ook daarbij is een Zweed de tegenstander. We hebben het over Gerard Kempkes en Per Bengtsson. Kempkes vorig jaar winnaar van de wereldbeker op de langere afstanden. En nu in het klassement op een 6e plaats staand. Vlak achter Bengtsson met een verschil van 3 punten. Kempkes heeft 6.45 staan. Bengtsson 6.55. Bengtsson opent in 19-8 dezelfde opening als die van Gustafsson in de vorige rit. Kempkes niet aanwezig op het EK, u kent het verhaal, maar prachtig teruggekomen op het wereldkampioenschap met een 4e plaats. Bengtsson was in beide gevallen niet van de partij. Kempkes. Binnen wordt gelopen, naast Bengtsson gekomen. Fractie ervoor zelfs. 52-8. 3/10 sneller dan de vorige rit. Het is goed te zien bij Gerard dat hij bezig is geweest met zijn rechterbeen. Hij zet het rechterbeen wel nu op de juiste plaats. Dat kon hij eerst niet voor elkaar krijgen. Ik denk dat het te maken heeft met zijn houding in zijn ruggengraat. Maar je ziet duidelijk dat het een geforceerde beweging is. Het rechterbeen glijdt eigenlijk weg. Het is geen natuurlijke beweging van Gerard. En hij moet ook oppassen om met dit te forceren voor andere blessures. Als je je lijf op die manier forceert in een niet natuurlijke beweging, is de kans groot dat je heupklachten krijgt of klachten bij het bekken. Het is Gerard zijn enige mogelijkheid op dit moment om nog goed te schaatsen. Het heeft hem ontzettend veel moeite en een groot gevecht gekost om op deze manier over het ijs te gaan. Maar het is duidelijk dat er gewoon iets niet goed zit. En dat het eigenlijk toch zo snel mogelijk moet opgelost worden voordat hij verder gaat met het bedrijven van topsport. Toch twee rondjes van 32-8 achtereenvolgens. En nu op weg naar de 1400 meter komt hij door naar een rondetijd van opnieuw 32-8. Maar Bengtsson knokt terug met zijn 32-7. 1.58.4, de tussentijd van Gerard Kempkes, is 1/1/10 sneller dan de tijd van Thomas Bos, de snelste man op dit moment. Veel supporters voor Kempkes op de tribune. De beroemde Gerard Kempkes fanclub is natuurlijk aanwezig voor een groot deel. 1800 meter, weer 32-9. Maar kijk even naar die Bengtsson met zijn 32-7. Die heel dichtbij komt nu. 2-31-3. Is
1/3 tiende sneller dan de tussentijd op de vorige rit. Kan je ook concluderen uit het verhaal van Gero dat topsporters er gewoon alles voor over hebben om aan die top te blijven. Ze blijven zoeken en vechten totdat ze weer een bepaalde vorm of een balans gevonden hebben. Kijk, Bengtsson brutaal de leiding overnemen na een ronde van 32-8 tegen de 33 rond voor Kempkes. 3-0-4-2 en daar is Krook. Ja. Ab Krook die ook echt Gerard geholpen heeft in dat hele gevecht. Geprobeerd heeft ook om hem mentaal gewoon bij te staan. Hem ook gewoon eigen keuzes heeft laten maken. Op een gegeven moment hadden ze echt een stapel van aanbiedingen van mensen, doktoren of niet-doktoren, die Gerard zouden kunnen helpen eventueel. Gerard wilde daar niets van weten tijdens het seizoen. Hij heeft gezegd, ik wacht ermee tot na het seizoen en ik probeer op mijn manier terug te komen. Ab Krook heeft dat duidelijk geaccepteerd en heeft hem daar gewoon in gesteund. Per Bengtsson inmiddels alweer met een rondje van 32-8. En de tussentijd die hem nu 1/17 seconde sneller doet zijn dan Thomas Bos. En dat zou betekenen als Bengtsson het in zich heeft om door te gaan op deze manier, dat die in de buurt van zijn persoonlijke toptijd zou kunnen komen. 6:55. Maar we zijn er nog niet. De Kempkes klampt aan, knokt terug. Maar ook op 3 kilometer heeft Bengtsson nog de leiding. Ronde van 32-9 overigens voor Kempkes en 33 rond voor Bengtsson. 4-10 rond, 1/18 sneller dan Bos. Het is wat mij betreft bijzonder verrassend dat Bengtsson zo goed naar voren komt hier vandaag op deze 5 kilometer. Ronde van 33 rond nu, maar een tussentijd van 4:43 rond, 1/19 nu sneller dan Bos. Bengtsson die in het klassement op de 5e plaats staat van de 5000 meter om de wereldbeker. En nauwelijks uitzicht heeft op een verbetering daarvan, want het verschil ten opzichte van de nummer 4 is 29 punten. 3800 meter. Nog altijd is het spannend en nog altijd leidt Bengtsson, maar ook weer komt Kempkes nu dichterbij. Dat is goed. 5:16:4. 1/16 sneller dan Bos. En het gek is bij Gerard, als hij zo'n moment heeft van terugknokken en dan zo hard mogelijk rijden, gewoon zonder na te denken, dan lijkt dat been beter te gaan. Dan wordt het toch wel wat meer spontane beweging. In het begin van de race gaat het allemaal niet zo snel. Dan denkt hij, nou, hoe moet ik die voet neerzetten? En nu is het een kwestie van drop of tronden. En het gaat veel beter met hem. Ja, het gaat zeker beter. Kijk maar eens even. 32-8 voor de man uit Eelde. Heel goed. 5:49.3 is de tussentijd. Bijna 2 seconden nu sneller dan Thomas Bos. Ja, dit is de manier van rijden van Kempkes. Dit vindt hij lekker. Een beetje knokken, een beetje strijd leveren. Een tegenstander hebben die ook meedoet. Je daartegen af kunnen zetten. Dat vindt hij prettig. En dat komt er ook uit. Op weg naar de bel neemt Gerard Kempkes naar het zich laat aanzien beslissende voorsprong op Bengtsson. Die een prachtige locomotief is geweest gedurende een groot deel van de race. 32-7. Ja, kijk eens even. 6:22 rond. Bijna 2 seconden sneller dan Thomas Bos. Gerard zal zeggen dat hij die laatste ronde gewoon weer lekker gereden heeft. Je kan het zien aan hem. Dan is dat oude wipje weer van hem terug. Dan zit hij goed in zijn slag. Hoog bewegingsritme. Het is gewoon een kwestie van niet nadenken. Dan rijdt hij goed. En als hij gaat denken, gaat het wat minder goed. Dit gaat in ieder geval prima. De beste tijd van Bos was tot nu toe 6:57.02. Daar gaat Kempkes onder blijven. Absoluut. Mooie tijd. 6:55.10. Dat zijn de tijden die we hier eigenlijk hadden verwacht. Slotronde van 33-1 mag er ook zijn. En de 6:56.91 voor Bengtsson is natuurlijk ook een prima tijd. Dat is maar ruim een seconde verwijderd van zijn persoonlijk record. Kempkes blijft voor zijn persoonlijke toptijd nogal verwijderd. Maar mag en is zeer tevreden over deze prestatie. Kijk eens, daar staat het. 1 Kempkes, 2 Bengtsson, 3 Bos. Deze 3 mannen onder de 7 minuten. Dan Gustafsson, Radke, Emminger, Hatjev en Karlberg. De eerste 8 voorlopig. Als ze nog 2 ritten voor de boeg hebben. En dat zijn een paar ritjes hoor. Gaat u er even recht voor zitten. Als we om te beginnen kijken naar Ben van den Burg.
heeft het hem zelf horen zeggen. Hij wil revanche op die nederlaag op de 1500 meter tegen Kors. En die revanche zoekt hij hier op de 5 kilometer. Want andermaal is Johan Olaf Kors zijn directe tegenstander. Valse start op de 5000 meter. Ja, het kan. Komt niet zo gek vaart voor, maar het kan. En dat is vervelend op een 5 kilometer. Het is toch een moeilijke start op een 5 kilometer. Ook op een 3 kilometer. Je staat vlak voor de bocht. En je moet eigenlijk na 2-3 passen, na 2-3 startpassen, moet je die bocht al induiken. De meesten nemen dan ook gewoon een tussenslag voordat ze verder gaan. Dus 3-4 slagen in de bocht, dan een tussenslag en dan weer verder. De valse start was overigens voor Ben van den Burg. Nu goed weg. Twee mannen die dicht bij elkaar staan in allerlei opzichten. Het klassement om de wereldbeker staat van den Burg derde, Kors vierde. Verschil 1 punt. En het persoonlijke record van Kors is 6,49 en een beetje. Dat van den Burg 6,50 en een beetje. Ook daarvan is nauwelijks te spreken over het verschil. Van den Burg opent als snelste van allemaal tot nu toe in 19,5. De nummers 1 en 2 van het wereldkampioenschap allround van dit seizoen. Kors de wereldkampioen, Van den Burg de tweede. Hij opende snel, maar gaat nu toch iets rustiger. Het is toch wel verstandig van Ben, die een beetje de neiging heeft om zich op te laten jutten. Maar hij bekijkt het nu eventjes. Laat nu het initiatief over aan Kors, die met 32,7 als rondetijd met 52,4 op de 600 meter lijn aankomt. 4/10 sneller dan Kempers. Ben die ontzettend veel moet hebben geleerd dit seizoen. Als eerste staan, dan vijfde worden, teleurstellingen verwerken, bij jezelf verwachtingspatronen wekken die dan niet uitkomen. Daar leer je ontzettend veel van. De kilometertijd voor Kors, na een rondje van 33 inmiddels, is 1.25.4. 2/10 nog maar sneller dan Kempers. En Ben heeft natuurlijk een prima seizoen gehad, ondanks teleurstellingen inderdaad, die horen daarbij. Maar een vijfde plaats op het EK en een tweede op het WK, dat is bepaald niet slecht. Kors had een vierde plaats op het EK en werd wereldkampioen. En leidt nu ook naar 1400 meter. Na een ronde van 32,7. En een tussentijd van 1,58,1. 3/10 sneller dan Kempkes. Ben hoopt volgende maand 21 te worden. Kijk, hij is dus nog jong, heeft nog een hele carrière voor zich als het goed is. 1800 meter Kors, 32,7. En Ben, 33,2. Verliest nog een halve seconde in deze ronde. 2:30,8 voor Kors is een halve seconde sneller dan Kempers. Kors die zit natuurlijk in de winning mood. Heeft gewoon door verrassend wat WK te pakken. Het was toch behoorlijk verrassend. We hadden allemaal toch een veldkamp getipt. Heeft vleugeltjes gekregen. En dat gaat lekker in zo'n seizoen, aan het eind van het seizoen. Je had een lekker gevoel, je bent wereldkampioen en je mag lekker vrij uitrijden nu. Kijk eens even aan, zeg. 32-3 als rondetijd. 3-0-3-1. En hij pakt nu bijna een volle seconde in deze ronde ten opzichte van Van den Burg. En de 3-0-3-1 is 1/10 sneller dan de tussentijd uit de vorige rit van Kempkes en Bengtsson. Kors die technisch ook goed rijdt. Dat is wel eens anders geweest met de Nooren. Ze hebben een periode gehad dat ze hoog, heel hoog zaten en een kort ritme hadden. Kort bewegingsritme, korte slag. Maar dat bleek niet te bevallen. En nu gaan ze goed. Ja, alweer een lage 32er voor Johan Olaf Kors. Waar moet dit naartoe? 3:35-3. 1/17 sneller dan het vorige paar.
En Ben heeft voorlopig het nakijken. Kan dit tempo van de ontketende wereldkampioen uit Noorwegen niet volgen. Maar het is geen schande, want die Noor gaat vreselijk goed. Kijk eens, alweer een 32-2. 4-0-7-5. 2,5 seconden nu sneller dan Kempers. Bas heeft vleugeltjes. Dat kan je zien aan zijn rijden. Dat wipje wat erin zit, wat we aan het eind van de race ook bij Gerard zagen. Bart Veldkamp heeft het ook vrij sterk. Het geeft een soort ontspanning en een goed gevoel over je. Dan heb je macht in je been als je dat kan. Koos die heeft misschien toch wel in zijn achterhoofd die persoonlijke toptijd van hemzelf. 6:49.11. En als hij zo doorgaat, dan komt hij echt heel dicht in de buurt, hoor. 32-4 nu weer. 4:39.9. Is 3/1 sneller nu dan Kempers. Dan zit hij rond zijn persoonlijk record. Ja. Ben blijft daar ook wat achter. Zijn persoonlijk record is 6:50. Dan zit hij wat boven de koers op dit moment. Ja, deze Kos is geen houdenavond van de Burg. Dat is duidelijk. De 3800 meter in alweer een lage 32er. 6:12.2. Ja, het is nu 4:2 sneller dan Kempers. En die finisht in 6:55.10. Met andere woorden, als Kos per ronde winst weet te boeken, zoals hij dat nu toe doet, dan komt hij inderdaad in de buurt van het persoonlijk record van 6:49. Ik kijk nog even rustig om. Nou, als je dat kan, dan ben je nog lang niet moe. Gewoon de tijd hebben om rustig om te kijken waar je tegenstander zit. Nou, die zit in een gevaarloze positie. 32-7 is het gevolg van het omkijken. 5:44.9. Prima tussentijd. 4/4 sneller dan Kempers. Hij straalt echt heel veel kracht en macht uit. Het vormgevoel, wat je niet kan verklaren, waarom reed je de ene dag wel beter dan de andere dag. Er zijn zoveel factoren die daarin meespelen. En als het allemaal klopt, dan rij je lekker. Een zeer serieuze sportbeoefenaar, deze Kos. En hij hoort het wel luiden na een ronde van nu eindelijk in de 33, maar heel laag daarin. 6:18 rond. Is 4 seconden sneller dan Kempers. En dan zit dat persoonlijk record er dus eigenlijk niet meer in, tenzij hij tot een formidabele slotronde komt. Kijk eens naar Ben. 34-9 is de rondetijd voor de man uit Den Hoorn. De Westlander. Die hier dik kop krijgt van zijn directe tegenstander Johan Olaf Kos. Die naar een hele, hele mooie tijd gaat. Het persoonlijk record zit er dus niet in. Maar wel de snelste tijd voorlopig van de dag. 6:51.10 voor Johan Olaf Kos. Slotronde 33-1. En terecht kan de Noor tevreden zijn. Ben, hij zal toch wat teleurgesteld zijn, mag ik aannemen, met deze resultaten. Want 7:04.04 is ongetwijfeld niet de eindtijd die hij in gedachten had. Christiansen, de Noorse coach, complimenteert Johan Olaf Kos met zijn buitengewoon sterke optreden hier op de Tjalfbaan. 6:51.10. Ja, ja, het is toch een tijd die je niet elke dag gereden ziet worden, hoor. Schitterend gedaan van deze man die zo serieus bezig is met zijn schaatssport. Dat in een zeer harmonieuze omgeving ook doet. En hier staat het nog eens eventjes ten overvloede. 4 seconden is het gat tussen de nummer 1 en 2 voorlopig. Kos en Kempkers. Dan Bengtsson, verrassend. Dan Bos, Gustafsson, Radke, Imminger en Hatjev. En Ben van den Burg zit niet eens bij de eerste 8 op deze afstand. En dat is een tegenvaller voor de man uit het Westland. Kijk maar, daar staat Ben op de 9e plaats. Karlberg, Greenwald, Schön, Treuger, Marshall, Sundral en Adenberg completeren de 16. Als wij nog 1 keer gaan dweilen hier in Heerenveen. En in die dweilpauze gaan we om te beginnen eventjes luisteren naar een man waarvan we nogal wat verwachten straks in die laatste rit. De tegenstander van Karlstad. En dat is Bart Veldkamp. Bart, je hebt nogal wat laten weten omtrent die 5000 meter die je gaat rijden. Wat moeten we daarvan geloven? Nou ja, kijk. Als naar verslaggever Helsinki. En ja, die zat een paar dagen al van ga je het record aanvallen van Karlstad. Probeer je nog wat. En toen zei ik op de laatste dag, nou ja, kijk, ik probeer het altijd. En als het goed gaat, dan merk je wel of het haalbaar is. Maar in wezen probeer je altijd zo hard mogelijk te rijden. Dus ja, en
ik weet niet of ik het kan rijden. Maar ja, het is eigenlijk van het seizoen de laatste twee weken ja, niet echt veel gedaan. En nou ja, ik probeer het gewoon, meer kan ik niet doen. Om een wereldrecord te rijden moet alles meezitten. Punt 1, de rijder zelf. Met jou is het goed? Ja, 500 meter ging niet zo denderend. Maar ja, ik denk dat mijn benen wel redelijk goed zijn. Ik moet even afwachten wat het ijs doet. In het inrijden leek het heel snel. Maar de tijd op de 500 meter viel toch wel tegen. Dus ja, ik weet het niet. Ik zie het wel. Na 3-4 rondjes weet je het snel genoeg. Maar ik neem aan dat je die 1500 meter ook hebt gereden met die 5 kilometer al in je achterhoofd. Ja, tuurlijk. Ik probeer gewoon 5 kilometer alles uit de kast te rijden. Ja, dan kan ik wel alles uit de kast rijden en 1,57, 1,56 rijden. Maar dat heeft geen zin. Ik hou liever wat over voor de 5 kilometer. Zo'n seizoen afsluiten in deze hal met zoveel mensen, dat is het wel, hè? Ja, dat is perfect. En de mensen roken niet, dus het is echt perfect. En wat heb jij speciaal om gevraagd, hè? Ja, en niet alleen ik, maar ja, ik iets meer als de rest. Maar we proberen dit keer toch wat aandacht op te vestigen. En Tiel heeft ook wat aangedaan, dus nou, we zijn uit de goede weg zo. Het is nauwelijks of niet blauw, dus het is goed. Oké, Bart, op naar de start. Veel succes. Ja, bedankt. Het feest in Tialf gaat langzaam naar een hoogtepunt toe. Althans, dat hoopt een ieder die hier aanwezig is. En dat zijn er nogal een paar. De hal is weer helemaal vol vandaag. En dat hoogtepunt moet dan gevonden worden in de 5000 meter rit tussen Bart Veldkamp en Geir Karlstad. De laatste houder van het wereldrecord op deze afstand. 6:43.59. Gereden ook tijdens een wereldbekerwedstrijd. Maar dan op de baan van Calgary, een paar maanden voor de Olympische Spelen daar werden gehouden. En Veldkamp, de grote man van de langere afstanden dit seizoen. Veldkamp heeft een persoonlijk record staan van 6:45.66. Maar als we ons realiseren dat de snelste 5000 meter tijd vandaag tot op dit moment is gerealiseerd door Johan Olaf Kos, die in die rit deze Ben van den Burg gedesillusioneerd achterliet. En weten dat Kors dat deed in de tijd van 6:51.10. Dat betekent dat als Bart inderdaad die wereldcup wil winnen, nou dat redt hij niet. Maar dat redt hij wel denk ik, maar daar is het wereldrecord niet voor nodig. Als hij dat wereldrecord wil rijden, dat hij dan zo'n sloten van 8 seconden sneller zal moeten zijn dan de snelste man tot nu toe. En dat is dus die Kors. Niet echt uit de verf gekomen, dat dient erbij gezegd te worden. Veldkamp wel. Maar wat zegt het op zo'n moment? Het is de laatste rit van de dag. En zo hoort het schaatstoernooi te verlopen. Het klapstuk in de laatste rit. Mooier kan het toch immers niet. Het programma is een beetje verlaat. In verband met wat extra dweilpauzes die aanvankelijk niet waren voorzien. Maar de omstandigheden maken dat mogelijk. En noodzakelijk. Ze zijn goed gestart. En een beetje wat mij betreft op de manier die doet vermoeden dat ze het inderdaad gaan proberen. Van en weg. De opening over 200 meter is voor Bart Veldkamp. 19-2 om 19-3. Sneller is er nog niemand geweest vandaag. En dat is ook de tactiek van Bart op dit moment. Heeft overlegd met Ab Krook en gezegd van ik ga zo hard mogelijk weg. Ik ga echt op snelheid weg. En dan na 1-2 ronden ga ik kijken hoe ik me voel, hoe het gaat. Dan neem ik dus even iets terug. En dan pas daarna ga ik echt aanvallen. We kunnen mooi kijken hoe dat zich ontwikkelt. Terugnemen doet hij inderdaad, want Karlstad mag de leiding krijgen op 600 meter. Na een ronde van 31-2, goeiemorgen. 50.59 is dan de tussentijd en dat is 14e seconden sneller dan de tussentijd die leidde naar het wereldrecord van Karlstad in Calgary. Het is natuurlijk best moeilijk om je in te houden als iemand zo snel weggaat zoals Karlstad. Bart moet zijn hoofd erbij houden op dit moment. Dat doet hij. Hij volgt op bescheiden afstand, laat het gat niet te groot worden. Een kilometer tijd voor Karlstad na een ronde van 32,5. 1,23 rond. En dat is een fractie langzamer dan het schema dat leidde naar het wereldrecord. Bart daar lekker profiterend van de slipstream van Karlstad. Doet het goed.
Bart die echt voorzichtig bezig is op dit moment. Karrestad in zijn eigen koers vaart. En nu wordt duidend langzamer al is dan dat wereldrecordschema aangaf. Ondanks die 32-5. 1.55.5 immers. Is een tijd die een seconde langzamer is dan het wereldrecord aangaf. Maar altijd nog 2,5 seconden sneller is dan de tussentijd van Kors. Bart in de binnenbocht moet inderdaad het gat niet te groot laten worden. Dat doet hij ook niet. Blijft in de buurt van Karlstad op weg naar de 1800 meter. 32-6 nu voor Karlstad. 32-3 voor Veldkamp die dichterbij komt. 2.28.10 de tussentijd. Bijna 2 seconden langzamer dan het wereldrecord. Karlstad die vlak achter hem kruist, probeert in de slipstream van Veldkamp te komen. Daar heeft hij zich ook een beetje van moeten forceren. Je ziet dan dat zijn slag verandert. Als hij alleen rijdt, rijdt hij een mooi rustig ritme. Gaat hij achter Bart rijden of probeert hij erbij te blijven, dan wordt het al wat korter. Maar toch weer die versnelling. 32-2. En nu voorsprong voor Karlstad en winst in deze ronde. 3-0-0-3. Een tijd die bijna 3 seconden sneller is dan die van Kors. En 2 seconden langzamer is dan het schema dat leidde naar het wereldrecord. Bart in die binnenbaan, weer proberend de aansluiting vast te houden. Ronde 32-6 voor Karlstad en 32-9 voor Veldkamp. 3-32-9 was de tussentijd op 2600 meter. Bijna 3 seconden nu langzamer dan dat wereldrecord. Wat niet te halen lijkt vandaag. Kan je afvragen of het verstandig is geweest dat Bart het echt aangekondigd heeft dat hij dat wilde gaan aanvallen. Het geeft gewoon meer druk. Aan de andere kant, het publiek komt er natuurlijk op af. De mensen vinden het leuk en komen dan kijken. 3 kilometer tijd voor Karlstad. 32-8 voor de ronde. Dezelfde tijd die we ook voor Bart Veldkamp noteren. 4.05.7. Iets minder dan 2 seconden sneller dan Kos. Als je de techniek van Karlstad vergelijkt nu en toen hij dat wereldrecord reed in Calgary in die periode. In die periode reed hij veel vaster, veel steviger. Het is nu allemaal wat losser, wat uit elkaar. Bart komt dichterbij, zullen we zien. 33-1, jawel, tegen de 32-7. Het was waarneembaar. Hij kwam dichterbij. 4.38.8. De tussentijd van Karlstad. 1,1 seconde nog maar sneller dan de tussentijd van Johan Olaf Kos. Maar komt nu Veldkamp. Buitenbaan. Karlstad kan nog 1 keer onderdoor komen. meter. Het wereldrecord vergeten we, dat in ieder geval. Karlstad 33-1 nu voor de ronde. 32-7 van Veldkamp, die weer winst boekt. 5-11-9, de tussentijd die nog maar 0,3 seconden sneller is dan de tijd van Johan Kors. En nu, met de komende binnenbocht, zou Bart moeten komen. Nu moet hij eronder doorgaan, op zijn minst naast de Noor komen, als hij nog een beetje lekker in die race wil doorgaan. En dat zit er ook wel in, denk ik. Daar komt hij. In die binnenbocht. Vlak achter Karlstad nu. Zal ongetwijfeld voor de Noord langs kruisen straks aan de overzijde. 33-3 en 32-9 voor Bart Veldkamp. 5.45.2. De tussentijd die nu langzamer is dan de tijd van Kors. 0,3 van de seconde. En op dit moment zullen ze dus moeten gaan versnellen. Ja, het is ook niet de Bart die we kennen van het EK. Kijk maar in die bocht. Toen ging hij echt vloeiend door die bocht heen. Het is nu allemaal wat hakkeriger. Het heeft te maken met vorm. Dat hebben we al eerder aangegeven. Bij Karlstad zie je dat ook heel duidelijk. Als mannen in vorm, de mensen in vorm zijn, is het een vloeiende beweging. Karlstad vecht terug via een 32-9. 6.18.10. De tussentijd op 4600 meter. 0,1 langzamer dan Kors. De slotronde zal de beslissing moeten brengen over wie hier vandaag de 5000 meter gaat winnen. Is het Kors? Is het Karlstad? Of is het misschien toch nog Veldkamp?
Het zou kunnen. Veldkamp in die laatste binnenbocht. En onderdoor. Jawel, dat heeft hij goed gedaan. Op het laatste stukje pakt hij daar dan toch Kallenstad nog in. Met meters. Heel goed gedaan. Bart Veldkamp verslaat hier Kallenstad. En de tijd. 6:50-52. Jawel. Bart Veldkamp verbetert dan in ieder geval niet het wereldrecord. Maar wint wel de 5000 meter hier in Heerenveen. En de 6:51-32 van Kallenstad is net iets langzamer dan Koos. Hij gaat dus naar de derde plaats. En dat is in de punten omgerekend voor de wereldbeker. Bovendien erg gunstig voor de nu met de Mexicaanse hoek getooide Bart Veldkamp. Die nu een hele mooie uitgangspositie heeft voor de dag van morgen. De einduitslag van de 5 kilometer. Veldkamp wint. Dan Kors, dan Kallenstad. Dan een klein gaatje naar een prachtige tijd toch ook voor Kempkers. Bengtsson verrassend vijfde. Bos op de zesde plaats. Dan Gustafsson en Jaromir Radke. De Pool, Emminger, Hatschief, de 11e plaats van de Burg, teleurstellend. Karlberg, Greenwald, de Zweed, Schön, Treuger en de Canadees, Marshall. Dat zijn de eerste 16 van de 5000 meter. En dit is de stand van zaken als we morgen de afsluitende 10.000 meter gaan verwerken in het klassement van deze wereldbeker. Veldkamp heeft nu 11 punten voorsprong op Kallenstad en is nagenoeg zeker van het winnen van die wereldbeker. Kors staat daar mooi op de derde plaats. Van de Burg vierde, dat moet hij kunnen handhaven morgen. Maar meer zit er voor de Haagnees ook niet in. Dit was Heerenveen van vandaag. Morgen zijn we uiteraard bij u terug.